Ja, je hebt hele lange mensen. En je hebt, ja, iets kleinere mensen. Maar het feit is dat Nederlanders steeds groter worden en zwaarder. Goedenavond, dit is U Vandaag. Kom, Stef. Ja, Stef, hoe lang ben jij? Ik ben 2 meter. 2 meter? Exact, ja. Ja, ik ben 1,65 meter. Niet helemaal volgens de boekjes, Rosalie. Het is nooit echt opgemeten, maar... Edo, 2 meter, daar kan je ook niet aan tippen. Nee, maar ik ben wel zwaarder. Nee, de mensen worden ook zwaarder. Ja, precies. Dus ik voldoe helemaal aan het nieuws. De Utrechtse acteur Edo Bruner is onze stamgast. Hij gaat het vandaag hebben over de toeslagaffaire bij de Belastingdienst. En we hebben ook een mooi nieuws uit slot Zuilen. Want jullie collectie is weer een stukje groter geworden. Ja, groter en zwaarder. Ook zwaarder? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, we hebben vandaag een hele zware marmeren plak met het familiewapen van de voormalige bewoners gekregen. Dat is hartstikke mooi. We hebben er zo meteen een foto van en wat beelden van. Gerbrand Korevaar hier aan tafel, conservator van Slot Zuilen. Maar eerst dus die grappige cijfers van het CBS. Cijfers die laten zien dat Nederlanders steeds langer worden. Kijkt u maar. Een vrouw is in zo'n 40 jaar tijd zo'n 1,5 centimeter groter geworden. Vrouwen hebben daarmee een gemiddelde lengte van 1,67 meter. Mannen kunnen er helemaal wat van. Die zijn met 3 centimeter gegroeid en hebben een gemiddelde van 1,81 meter. Maar Stef, daar ga jij met een gemak overheen. Klopt. Die 1,81 meter. Stef Pols is een basketballer en is hier samen aangeschoven met Rosalie van der Lucht, jeugdarts bij de GGD. Rosanne, hoe komt het eigenlijk dat we steeds groter worden? Nederland is een welvarend land met mensen die aanleg hebben om lang te worden. En er zijn een aantal dingen die daarin belangrijk zijn. Gezonde voeding is heel belangrijk. Voldoende beweging. Veel zonlicht, zo zie je dat. Kinderen die geboren worden in april uiteindelijk ook langer worden 1,5 centimeter dan kinderen die... Is dat echt zo? Is een plantje? Ja, kinderen die geboren worden in oktober worden echt uiteindelijk wat korter. De verschillen zijn niet zo heel groot, maar het verschil is er wel. Dus dat zijn allemaal thema's die daarin een rol spelen en die ook op de agenda staan. In mijn dagelijks werk als jeugdarts bij de GGD Regio Utrecht. Want ik las ook dat kinderen die een fijne jeugd hebben gehad ook sneller groeien. Nou, het is zo dat kinderen die een slechte jeugd hebben gehad, of een slechte jeugd hebben, minder goed groeien. Stef, jij bent zo gelukkig opgegroeid. Ja, ik ben zeker heel gelukkig opgegroeid. Maar het is ook heel handig op dit moment voor jou, want je bent dus basketballer. Ja, dat klopt. Bij basketbal is het inderdaad, komt het zeker goed uit dat een beetje lang zijn. Heeft het ook nadelen? Loop je ook letterlijk tegen dingen aan in het leven? Toen ik net was, een stukje echt gegroeid was, dan had ik... stoot ik mijn hoofd af en toe inderdaad. Weet je wat het ergens is? Edo ook had hem opgeschreven. Had hem ook nog opgeschreven? Ah, dat helemaal. Ja, en soms krijg ik last van mijn knieën als ik ergens lang in de auto moet zitten of in de collegebank bij de Unie. Zit ik ook altijd met mijn knieën overal tegenaan, omdat ik zo lang ben, ja. Zien jullie dat ook? Dat mensen met die langer zijn... Nou, ben jij niet extreem lang. 2 meter vind ik nog steeds wel gaan, ja, hoor. Precies. Maar dat die gezondheidsklachten kunnen krijgen? Nou, in principe is het zo dat lange mensen ook prima gezond zijn... en niet standaard gezondheidsklachten hebben. Maar het is wel verstandig dat als je heel erg lang bent... ik als jeugdarts hou dan wel in mijn achterhoofd van... goh, ben je gewoon inderdaad lang omdat je ouders ook lang zijn? Of is er toch sprake van een achterliggende oorzaak... waardoor iemand heel erg lang is? Dus dat is iets... Heb je het dan over een groeistoornis dan of zo? Ja, bijvoorbeeld. Er zijn meerdere oorzaken... waardoor mensen een hele hoge lengte kunnen bereiken. Je hebt natuurlijk ook die excessen van meer dan 2,20 meter. Dan is er iets aan de hand. Maar wat kan er aan de hand zijn dan? Nou, je hebt verschillende aandoeningen waardoor mensen heel erg lang kunnen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld hormonale aandoeningen. Maar bijvoorbeeld ook genetische afwijkingen. Want net werd ook al even besproken dat jij een dame kende die 2,10 meter is. Nou, bij mij gaan dan wel de alarmbellen rinkelen van... goh, misschien is het toch eens verstandig om bij een dame die 2,10 meter is... om dan toch eens te kijken van, hey... En Stef, wist jij al als kind dat je zo lang ging worden? Ja, er waren al wel snel voorspellingen gedaan, onder andere door de GGD... dat ik wel langer zou gaan worden... Die voorspellingen zijn altijd wel een beetje wijzigen over de jaren heen, zeg maar. Op de middelbare school werd ik uiteindelijk wat korter geschat. En toen uiteindelijk ben ik toch zo lang geworden. Dus ja, er is altijd wel een voorspelling geweest dat ik wat langer zou worden. Dat kunnen jullie best goed doen, hè, bij kinderen al. Wij maken inderdaad ook een berekening. We houden natuurlijk de groei bij in de groeikurve.
Dus omdat wij kinderen zo vaak wegen en meten, heb je heel veel punten waardoor je een hele mooie lijn kan maken. En die lijn kan je doortrekken tot volwassen leeftijd, tot 21 jaar, waarop kinderen uitgegroeid zijn. Maar hij is 18, dus jij kan nog groeien. Nou, hij is minimaler, van je 18 tot je 21ste. En waar we dan naar kijken is of zeg maar die uiteindelijke lengte valt binnen de lengte die je verwacht op basis van de lengte van de ouders. Ja, precies. En als dat heel erg afwijkt van elkaar, dan moet je gaan nadenken. Want we hebben nu gekeken, dat onderzoek gaat over een periode van 40 jaar. Stel dat we nou nog 40 jaar verder kijken, of 140 jaar. Het stopt toch wel een keer? Nou, er zit op zich wel een soort van maximum aan. En inderdaad, het onderzoek gaat over een periode van de afgelopen 40 jaar. En die flinke toename in lengte zie je vooral in de periode van 1980 tot 2000. En als je kijkt van de periode van 2000 tot nu, vlak die lengte, toename zeker wel af. En als je het bijvoorbeeld vergelijkt met bijvoorbeeld een madeliefje, die zal ook niet 30 centimeter worden in één keer. Dus er zit er zeker maximum. Is dit dan een soort evolutie waar we het eigenlijk over hebben? Een lokale evolutie van de mens? Hoe bedoel je dat? Nou, dat de mens dus steeds blijkbaar in staat is om verder te ontwikkelen. En in dit geval de groei, de lengte. Nou ja, als de omstandigheden natuurlijk goed zijn, dan kun je een maximum lengte bereiken. Maar ik denk dat daar zeker wel een plafond aan zit. Dus ik denk niet dat we naar de 2,5 of 3 meter gaan. Dat maar tenzij het natuurlijk nog veel beter gaat met ons en de welvaart. Maar als je een madeliefje heel veel water gaat geven en heel erg in de zon zet, dan wordt hij ook niet 50 centimeter. Dat duurt jaren en eeuwen kan er dan overheen. Want in de middeleeuwen waren mensen over zo groot. Zo groot is dat, nou ja, niet ongeveer. Ja, super. We gaan door. Precies op het moment. Dank jullie wel. De historische inboedel van Slot Zuilen is dus weer een stukje completer. Want het kasteel heeft magisch moment, 18e eeuwse marmeren plaquetten teruggevonden. Met dus het wapenschild van de familie van Tel van Serooskerken. Gerbrand, wat is er eigenlijk op te zien? Erop te zien is, het is een marmeren plaquette dus, ongeveer zo groot. 65 centimeter hoog, 40 centimeter breed. En wat je ziet is het familiewapen van de familie van Tel van Serooskerken. Dat is een adellijke familie en die heeft in Slot Zuilen gewoond sinds het midden van de 17e eeuw. En je ziet het wapen eigenlijk, dus middenin zie je drie hoofden van honden, zogenaamde Brakse koppen. Die staan altijd op dat wapen boven zijn kroontje te zien. En dat verwijst naar het feit dat die familie een baronnenfamilie was. En er staan twee wilde mannen aan de zijkant. Het zijn die twee kerels met een knot bijna en naakt. En een klein broekje aan. En een heel klein broekje aan, inderdaad. En die ondersteunen het wapenschild van deze trotse familie. Ja, maar dat trotse, dat hebben we eigenlijk nu helemaal niet meer. We hebben nu geen wapenschild meer. Want wat deden ze hiermee op de voordeur plakken? Nee, ja, die wapens waren eigenlijk een soort logo's, zou je kunnen noemen. Hè. Ze komen echt uit de middeleeuwen. Ze werden gebruikt in strijd om de ene ridder van de andere te onderscheiden. Zodat je wist tegen wie je vocht. En die werden later gebruikt op allerlei uitingen. Dus op kasten zie je ze terugkomen, op penningen, op schilderijen natuurlijk. En ook op dit soort plakettes. En ik denk eigenlijk dat je het moet zien als een soort logo. Weet je? Dus zoals ieder bedrijf een logo heeft, zoals een familie ook een logo wat herkenbaar is. Trots, hoe komen jullie eraan? We hebben echt wel een beetje mazzel gehad. We werden getipt, plotseling geveld, anderhalve week geleden. Toen kregen we een mail van iemand die zei van, nou, is dat niet wat voor jullie? Toen zeiden we meteen van, nou, wat een prachtig ding. Het komt jullie wisten ons niet van het bestaan af? Nou, we wisten wel van het bestaan af, maar we wisten niet dat het op de veiling zou komen. Okay. Dus maar omdat het dus oorspronkelijk uit Slot Zuilen kwam, was het natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om het te kunnen proberen te kopen. Toen hadden we de vereniging Rembrandt gebeld. Nou, dat was het te korte termijn om het geld bij elkaar te schrapen. Want hoeveel was het? Hij was getaxeerd op, 2,5, 3 of zo. En uiteindelijk duizend. Duizend jaar, dus qua kosten valt ze mee. Uiteindelijk is die voor 4100 verkocht. Zo. Maar met dank aan een telefoontje van een vereniging Rembrandt aan de buurman in Zuilen. Dat is Bert Tegenaar. Een echte buurman, die ernaast woont. Hij is een echte buurman, hij woont een paar huizen verder. En is een kunstliefhebber, een antiekliefhebber. En is zeer begaan met ons kasteel, met de geschiedenis van het kasteel. Wow. En zei van, nou, ik wil wel voor jullie dit proberen te kopen. En toen heeft hij dat samen met een andere antiquair voor ons gedaan. Maar wat ik dan wel een beetje flauw vind van de buurman is, hij koopt het voor jullie, maar het is wel een bruikleen. Ja, maar dit is, dan gaan we gewoon een keer gezellig eten. Nou, weet niet, want hij blijft nog de baas. Ik zou zeggen, gaat hij dan weg of blijft hij wel bij jullie hangen? Nou, hij blijft bij ons hangen heel erg lang, denk ik. Okay. Ja, ja. Daar kunnen we op hangen. Maar het interessantste van dit hele verhaal is, wie had hem? En waarom? Ja. En waarom was hij niet gewoon op het slot? Ja. Was het een boef?
die hem gestolen had ooit. Bij die kunstroof. Ja, toen stiekem. De kunstroof is, ja, misschien is hij weer terug. Dat was het eerste. Ja, nee, het zat niet bij de kunstroof van toen. Nee, kijk, Zuilen is in 52 kasteel geworden. Toen is het merendeel van alle spullen, alle inboedel, is daar gebleven. Maar er zijn ook dingen naar familieleden gegaan. Want de bron die te wonen had allemaal kinderen. Dus er is een deel verdeeld over de kinderen, zoals je dat doet. Dus van die kinderen had het minimaal. Zo is het dan waarschijnlijk weer daar terecht gekomen. En diegene heeft het weer... En toen heeft hij het ook nog eens een keer verkocht aan zeg maar, zijn familie. Eigenlijk, of de beheerders van zijn familie. Ja, goed. Weer teruggekocht dan eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar hij heeft het laten veilen dus. Ja, 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 precies. Een van de nazaten. Zo gaat dat, is privé. Dat doe ik dan. Dat is van ons. Nou, u kunt de marmeren plaketten zelf ook komen bekijken. En dus ook meer te weten komen over het verhaal van de familie die in dit slot heeft gewoond. In slot Zuilen dus. Dankjewel. We gaan het met Edo hebben over wat taaiere kost. Namelijk over de zogenoemde toeslagaffaire van de Belastingdienst. Waarbij toeslagen voor kinderopvang onrechtmatig werden stopgezet. Duizenden ouders zijn hierdoor gedupeerd. Het gaat vrijwel in alle gevallen om ouders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. De Belastingdienst gebruikte nepbewijs om deze ouders te bestempelen als fraudeurs. Zo kon de toeslagkranen voor kinderopvang worden stopgezet. Zelfs in zaken waarin vaststond dat ouders er gewoon recht op hadden. Edo, het maakt jou verschrikkelijk kwaad. Ja, nou ja, ik vind gewoon wat jij nu ook allemaal opnoemt. Het is natuurlijk gewoon heel makkelijk om de Belastingdienst af te vallen. Terwijl die mensen die werken ook gewoon keihard. Ja, dat is ironie. Ja, nee, wat je zegt is waar. Ik merk gewoon dat ik... eigenlijk al, dit sleept natuurlijk al een tijdje deze. En sinds ze natuurlijk de slogan hebben... leuker kunnen we niet maken, maar wel makkelijker. Daar zijn ze falikant in doorgeschoten. Want ze hebben het zichzelf wel heel makkelijk gemaakt. En het is nog minder leuk geworden. En ik denk bij mezelf, ik denk het al een tijdje... van jongens, waarom is er geen politieploeg? ME'ers of... weet ik veel wat voor instantie met mensen van politiemannen... die dan gewoon een inval doen bij de Belastingdienst. Want en dan is eventjes de goede bevriezen, zal ik maar zeggen. Maar er moet gewoon ingegrepen worden, is duidelijk. Ja, vind ik er zijn natuurlijk wel wat excuses gekomen, ook van minister Hoekstra van Financiën. Dat ben ik serieus. Daar heb je niks aan. Nee, excuses hebben niemand wat aan. Wij, die mensen die sowieso in dit geval dan tekort gedaan zijn... en allerlei... boetes moesten betalen en een gedeelte daarvan heeft dan nu gelijk gekregen. Ja. Terwijl ze dat al lang hadden, zeg maar. Die krijgen een tegoedkomen of een goed marketje. En die krijgen worden gecompenseerd en die krijgen misschien zelfs schadevergoeding. En dan denk ik, wie gaat dat betalen? Maar vind je dan gaan wij allemaal betalen. Dat de mensen die daar verantwoordelijk zijn, je vindt dat die ook strafrechtelijk moeten worden vervolgd? Ja, zeker weten. Dus niet alleen oproepelen bij de Belastingdienst, maar ook... Nee, de Belastingdienst doet altijd heel hard zijn best om iedereen te controleren. En vooral de kleine middenstanden, zeg maar. Want ja, blijkbaar valt daar het meeste te halen. Waar ik ook al niet begrijp. Mm-hmm. Het zijn toch meestal de multinationals waar het meeste valt halen. Maar die komen er wel mee weg. Die hoeven wat minder belasting te betalen. Of bijna helemaal niet. En dan is in dit geval is het weer dat ik denk van ja... die mensen die dan nu de dupe daarvan zijn geworden... weet je, die hebben eigenlijk helemaal niks gedaan. En dan denk ik van waarom is die controle dan niet terug bij hun ook net zo hard... als het de belasting bij de burger doet. En dan justitieel. Heeft het iets met jouw vertrouwen gedaan in de Belastingdienst? Nou ja, ik had al nooit zo'n hele hoge petten van de Belasting. Niemand niet. Wat ik ook al zeg, het is natuurlijk heel makkelijk om een beetje te schelden op de Belastingdienst. Maar het is, ik heb wel zoiets van, oké, we moeten allemaal belasting betalen. Als je heel veel verdient, moet je meer betalen. Maar je verdient ook heel veel, moet je ook niet zeuren, weet je. En als je weinig verdient, moet je minder betalen, moet je ook niet zeuren. Dus het is allemaal best redelijk verdeeld, zal ik maar zeggen. Maar nu ontstaat er dus een systeem waarin de belasting blijkbaar onderling... met een paar managers die daar zitten, die wat meer betaald krijgen dan de rest... die zeggen, oké, jongens, we moeten gaan frauderen, want we hebben meer centjes nodig. Of wat voor reden dan ook. Ja, want de reden is nog niet helemaal duidelijk. De algemeen directeur zou destijds zijn doorgedraaid in zijn jacht naar fraudeurs. Ja, nou ja, wat voor excuus is dat? Het is net zoiets als Mark Rutte zegt dat hij ineens Korsakoff heeft. Dat hij niks meer kan herinneren van de slachtoffer. In Afghanistan. Ja. Weet je, daar hebben we allemaal niks aan. Het gaat erom dat er de schuldige moet gevonden worden. Nee, serieus. Nee, maar ik echt. Er is gewoon echt moedwillig gefraudeerd. Ja. En als ik fraudeer bij de belasting, dan krijg ik keihard op mijn kop. En als de belasting doet, moet hij die ook keihard op mijn kop krijgen. Ja. Nou, de kous is ook nog niet af. Ik denk dat dit nog wel een staartje krijgt. Nee. Er gaat nu namelijk een hele beerput over bij de Belastingdienst. Ik wil maar bij deze beschikbaar stellen aan justitie om uit te zoeken wie dat waren.
Ja. Ja, er heerst een angstcultuur en mensen hadden het niet durven melden. Ik dat er nog een grotere angstcultuur komt bij goed, die mensen. Goed zo, Edo. Laat van je horen. Mag ze kapot. Wordt vervolgd dus. En daar sluiten we ook de uitzending mee af. We zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Dus graag tot dan. En jullie hartelijk dank.